Dat zijn een paar onderdelen uit het parcours dat door 8 spierbundels moest worden afgelegd om uiteindelijk uit te maken wie nu eigenlijk de sterkste man is van Nederland. Onder andere regisseur Job Klinkenberg zorgde ervoor dat we die strijd goed kunnen volgen. Maar laten we nu eerst maar eens even het plaatsje ontdekken waar het eigenlijk allemaal plaatsvond. Dit is natuurlijk Noord-Nederland met Friesland en met al zijn meren. Friesland dat met zijn kin vooruit in het IJsselmeer steekt. Aan de oude Zuiderzee ligt Hindelopen, dat al vanuit de verte herkenbaar is aan zijn kerktoren, die vroeger ook Baken was. Een schilderachtig havenstadje, hier in olieverf. En nu in het echt. In deze straat, die Nieuwstad heet, zijn winkeltjes waar de beroemde hinderloper beschilderde volkskunst niet alleen gemaakt wordt, maar ook te koop aangeboden. Van Klomp tot Dienblad. Niet alleen daarin is Hindelopen uniek, het is fameus als wandelstadje, maar vooral als havenstadje voor de watersport. Dit is de sluis waar een torentje op staat en waar een ophaalbrug is met een echte sluiswachter die de sluis opent voor verlaters of komers. En hij doet voor hoe dat dan gaat. Het gaat nog prima. Een beeld van het beeldschone Hindelopen met een heuse kalverstraat. En het voormalige raadhuis met de opspringende hinde als gekroond wapen. Bij een commandeurshuis bespreekt men het leven. En waar is dat beter dan hier in Hindelopen? In Hilpen, je dwan alle garenkunsten. Eén is je sterker dan de oren. Je moet dat naad missen. En wordt door Sam op het schat komen, neem dan een kietje op tante en vrienden. Zijn ze erop, zijn ze erop. Ja jongens, ik sta wel te luisteren, maar ik versta toch geen Hilpers, want ik ben hier ook maar te gast. Maar volgens mij heeft hij het over sterkste mannen die optreden in Ontdek je plekje. Zal Joop Schelders ook meedoen? Schiep uit gouden korenaren de Twentenaren. De Drent werd gevrocht uit jenever, turf en achterdocht. Van de resten maakte hij het Westen. Maar zij die konden kiezen, die werden Friezen. Dames en heren, goedenavond. Dit gedicht is geenszins bedoeld om welke bevolkingsgroep dan ook te kwetsen. Maar het geeft aan welke aparte plaats Friesland inneemt in onze samenleving. En als ik u nou vertel dat Hindelopen ook nog weer een aparte plaats inneemt in deze provincie, dan begrijpt u dat onze nieuwsgierigheid op zijn minst is opgewekt. Een plaatsje van prachtig beschilderde huisraad, van mooie gevels en keurig gerestaureerde huisjes. Maar voor 2 dagen is het gedaan met de serene rust. Voor 2 dagen heersen de sterkste mannen van Nederland aan de boorden van het IJsselmeer. In een competitie over 8 onderdelen maken zij uit wie de allersterkste is. Nou, oordeelt u alvast zelf.
Om te beginnen een bekend gezicht in het gezelschap van sterke mannen. Ab Wolders, 38 jaar, 130 kilo zwaar, afkomstig uit Rotterdam. Ook internationaal stond hij zijn mannetje met onder andere een tweede plaats in het Zweedse Mora. Een van de vele nieuwkomers is de 30-jarige Piet Baassen uit Urk. 125 kilogram zwaar en van beroep vishandelaar. Zijn grote voorbeeld is de Amerikaan Bill Kazmaier, terwijl Piet zichzelf sterkste man van Noord-Nederland mag noemen. In 1984 was hij er ook bij in Alkmaar. De nu 33-jarige Gerard Admiraal uit Rotterdam. Hij is 125 kilo en van beroep gemeenteambtenaar. Gerard begon met bodybuilden, maar stapte 8 jaar geleden over op het powerliften. Hij moet zich thuis voelen op eigen bodem. De 23-jarige en 127 kilogram wegende Arend Kuiper uit Seksbierum. Bijgenaamd de Beer van Seksbierum. Arend werd vorig jaar gekroond tot sterkste man van Friesland. En deze man is kampioen van Nederland powerlift in de klasse boven 125 kilo. De 29-jarige Cor Jansen van Jorksveld uit Nieuwegein. Kabelmonteur van beroep. Hij was in 1983 ook nog worstelkampioen van Nederland in de klasse tot 100 kilo. Hij begon als het hulpje van achterin volgens Dupri, De Vreugd en Wolders. Nu is hij 3-maal sterkste man van Friesland geweest en 2-maal van Noord-Nederland. Hij is actief in Highland Games. Zijn naam, Tjalling van den Bos uit Achlem. Van beroep, sportschoolhouder en ook zijn voornaamste sport, powerliften. De 25-jarige Berend Veenenberger Borculo. 120 kilo zwaar werd hij dit jaar Nederlands kampioen in de klasse tot 125 kilo en derde bij het WK. Een reus is ongetwijfeld de 33-jarige en 150 kilogram wegende Ted van de Par uit Monster. Ruim 2 meter lang werd hij sterkste man van de glazen stad van West-Nederland en van Zuid-Nederland. We gaan even terug naar Alkmaar 1984. 5 jaar is het dus alweer geleden dat er voor het laatst een sterkste man van Nederland competitie werd gehouden. Rondom het schitterende wagenbouw in de beroemde Kaasmarkt streefden toen ook 8 man voor deze felbegeerde titel. 3 van hen zijn er ook nu weer bij in hinderlopen. Te weten Ted van der Parre, Gerard Admiraal en natuurlijk Ab Wolders. Ab Wolders, de man die hier door de toenmalige Miss Nederland de krans werd omgehangen omdat hij sterkste man van Nederland werd. En nu dus, 5 jaar later, hinderlopen. Is Ab Wolders daar ook klaar voor? Ik denk gewoon een herhaling. Ik heb verschrikkelijk hard voor getraind. Ik ben nog nooit zo in vorm geweest. En er zitten daar wel een paar sterke jongens. Ze hebben 4 jaar getraind om mij te verslaan en nu eindelijk hebben ze de kans. Dus ik denk dat het wel een hele zware competitie wordt. Maar ja, ik denk toch door mijn ervaring en dat ik het toch... Ik probeer hem in ieder geval te winnen. Dus ik denk dat ik het ook wel kan. Het is hier warm. Ja, het is bloedheet hier. Is dat slecht voor jullie? Volgens wel, omdat je nou, ja, je bent toch iets zwaarder als normaal. Je probeert het een beetje op peil te houden, hoop te drinken, iets meer te eten. En ja, als je dan die zon op je pet hebt. Plus, we zitten hier in Friesland. En zoals ik al eerder tegen je gezegd heb, ik ben het nou 4 jaar geweest. Ik wou Reinier de Paping worden. Ik wou het gewoon om een makkie 20 jaar houden. 1 keer winnen en dan 20 jaar. Maar dat schijnt toch niet te gaan, dus daar zal ik er echt voor moeten vechten aan. Hinderlopen, dat in zijn eigen taal hielpen heet, want het heeft zelfs een officieel woordenboek, heeft maar 850 inwoners. Het is een stadje met een rijke historie. Zo kreeg het in 1225 al stadsrechten en was het tot de 18e eeuw zetel van de Oostzeevaarders en lid van het Hanzenverbond. Hinderlopen maakte dan ook in de 17e en de 18e eeuw de grootste bloeiperiode door. Ik zit hier in de tuin van het voormalig gemeentehuis dat nu wordt gebruikt als atelier en tea room. En hier beginnen we met ons eerste onderdeel, het bekende boomstamtillen. Gerard Dupri, 10 jaar geleden de allereerste sterkste man van Nederland en nu als scheidsrechter. Wat is dat voor een gevoel? Een hele gevoel. Ik vind het een prachtig evenement en ik ben blij dat de Avro mij hiervoor uitgenodigd heeft. Ik als eerste sterkste man en ik heb in totaal 8 keer meegedaan. 2 keer van, 3 keer van Nederland, 3 keer van Europa en 2 keer van de wereld. Dus ik vind het prachtig dat ik erbij kan blijven. Maar het valt je niet zwaar om nou die anderen aan het werk te zien en zelf niet meer mee te kunnen doen? Ja, dat valt me natuurlijk zwaar. Dat is, kijk, als je 30 jaar aan het topsport doet, moet je geen moet je beslissing nemen. Dat heb ik al jaren uitgesteld. Nu is echt de beslissing dat ik niet meer door kan gaan. Je bent nog steeds de sterkste opa van de wereld? Allersterkste. Dus allersterkste opa.
Je hebt nog steeds diezelfde smile, hè? Ja, nog steeds, hè. Boomstamtillen dus in de schitterende tuin van het voormalige gemeentehuis van Hinderlopen, een gekend onderdeel. Ja. Aanvangsgewicht, 90 kilogram en elke deelnemer mag zijn sprongetjes naar hogere gewichten zelf bepalen. Wolders is hier dus goed voor 130 kilogram. Ted van der Parren nu voor datzelfde gewicht. In de vorige beurt moest hij bijstellen en corrigeren. Het ging maar net goed met 125 kilogram. Kom op, hè. Zet hard, kom op. Totale tijd per beurt 90 seconden. Van der Parren mag dus nog een poging doen, maar zo'n tweede poging in één beurt doet vaak veel pijn. En te veel lengte, zoals bij hem het geval is, is geen voordeel voor deze vorm van gewichtheffen. Jammer. Van der Parren, eruit. Cor Jansen van Jorksveld, de kleinste man van het gezelschap, maakt zich gereed voor 130 kilogram. Maar wat is er aan de hand met Van der Parren? Nee. Te veel, Ted? Ja. Dat is toch een achter, hè? Nou, nee. Hoor hem af, hè? Ik heb het vergeten. Blesseert hij je weg? Nou, cool op, man. Geen probleem. Je dacht aan de volgende onderdelen. Ja hoor, ik denk aan de volgende onderdelen. Het is jammer. Cor Jansen van Jorksveld. Kranige prestatie van onze kabelmonteur uit Nieuwegein. Jansen van Jorksveld, hij blijft dus in de race. We gaan een stapje verder met 5 kilogram naar 135 kilogram voor Arend Kuiper. U weet wel, de sterkste man van Friesland van vorig jaar. Zonder techniek, maar puur op kracht. En kijk eens, sterke man die Arend Kuiper. De handen van Gerard Admiraal voor hetzelfde gewicht. Admiraal heeft een powerlift totaal van ruim 1100 kilogram op zijn naam staan, maar dat is een volstrekt andere techniek dan nu. En rechts op de achtergrond ziet u Rine Steinbach, een man die te hulp schiet als er iets misgaat. Uitstekend, Gerard Admiraal. 10 kilo boven je beste prestatie tot nu toe. Ja, gaat heel goed. Dik tevreden. 140 proberen dadelijk. En dan gaat het close worden nou. En dan Piet Baarsen, de onverzettelijke Urker. Ook hij is nog steeds in de race. Met 135 kilogrammen. Merkt u op hoe gemakkelijk dat gaat. IJzersterke man. Die vishandelaar uit Urk. En wat heeft dan Cor Jansen van Jorksveld nog over voor dit gewicht van 135 kilogram? Ben je al aan je persoonlijk record? Nee, echt niet. Kom maar bij, Cor, kom! Het zal moeilijk worden. Ja, ik probeer het wel. De spirit is er. De spirit is er. De spirit is er. Is die er ook bij Cor Jansen? Spirit heeft hij ongetwijfeld. Nee dus, u merkt het aan het gebaar. Jansen van Jorksveld en Ted van der Parren zijn dus de eerste twee die hebben moeten afhaken. Maar Wolders zei het al, het veld is in de breedte zeer sterk. En dan krijgen we pas de derde beurt voor de reus van Achlen, Tjalling van der Bos. Hij pakte tussendoor nog even 90 en 125 kilogram en wachtte toen gewoon totdat het allemaal wat interessanter zou worden. 135 kilogram nu. U ziet het aan het zelfvoldane gezicht.
En respect ook voor deze beurt van de kant van Piet Baassen. En dan gaan we verzwaren tot 140 kilogram. Waarom geen 140 kilo? Geen klein makkelijk. Dus dan spring je geen 5 kilo, dan spring je 10 kilo. Je bouwt hem zorgvuldig op, hè? Ja, je moet een beetje rekenen, hè. Klein maken? Ja, ja, klein maken, voorrollen. Het hoofd en uitspoten. Waarom op het hoofd? Dat ik vanuit de triceps niet sterk genoeg ben. Ik moet een tussenstationje nemen. Appels. Hij wil Challing een poepje laten ruiken en maakt de sprong van 130 naar 140 kilogram. Maar die beurt dan moet dan wel goed zijn. Het is Link. Eerste instantie niet. Totale tijd, het zijn nogmaals gezegd, 90 seconden. Klein maken boven op die knieën. Dan wilde hij over die borst rollen, maar u zag het gebaar, het gaat niet. Hij geluid van je shirt al, is veel te glad. Shit, daar vergok ik mij even. Ging het mis? Ik kreeg hem niet voorgedragen, normaal gaat het wel. Maar die shirts zijn heel erg glad. Normaal hebben we sweatshirts al. En dan blijft hij een beetje aan steken. Ik denk dat een hoop jongens daar last van krijgen. Als hij dat zo doet. Normaal komt hij mee. Maar iedere keer als ik hem mee wou, dan gleed hij weg. Dat is groot. Geef je streep door de rekening? Ja. Ik ging iedere keer 5 kilo hoger als hem. En dan verwacht je dat je, maar als je het dan niet haalt, dan val je het hele ploegje terug. Dus hele linker is rekening van mij. En tijdens het interview met Ab zag u Arend Kuipers stuk gaan op 145 kilogram. Hetzelfde gewicht waar nu Gerard Admiraal voor staat. En dat voorrollen, dat gaat goed. Maar dan nu, dat uitstoten. Nee, en kan Berend Veenenberg het dan? Ook hij heeft zijn werk zorgvuldig opgebouwd via 90, 110, 125 en 140 kilogram. Je had nog tijd over. Ja, maar er gaat veel te veel energie in zitten en dan je merkt al dat je aan je eind gaat komen. Het is al 15 kilo boven mijn kunnen, wat ik normaal heb gedaan en ik ben dik tevreden. Berend Veenenberg, de man die dit jaar nog derde werd bij het wereldkampioenschap powerlift in de klasse tot 125 kilogram. Een vuurvreter, u merkt het. Challing van de Bos. Hij weet wat hem te doen staat. Veenenberg heeft het voortouw genomen naar 145 kilogram. En hij moet nog aan de bak. En wat te denken van deze Piet Baassen, die nog fantastisch meedraait. Zit dit er ook nog voor hem in? Ik was er zo dichtbij, Piet. Ik was er heel dichtbij, ja. Maar het... Het kost een enorm op kracht. En ik denk voor een tweede keer, je hebt het al verschillende malen gezien, lukt ze niet meer. En er zijn nog 7 onderdelen. Dus we komen terug. Challing van de Bos dan voor 145 kilogram. Het wordt pas een vierde beurt. Te veel zelfvertrouwen of juist gegokt. En Berend Veenenberg, die denkt er het zijne van. Hij heeft het karwei geklaard. En terecht applaus van zijn concurrent. En dan gaan we verzwaren naar 150 kilogram. Een naar internationale maatstaven imposant gewicht. De spanning is om te snijden. Wat hebben deze twee giganten nog over? Kom maar.
Nee dus. En nu is er nog één man over, deze Tjalling van de Bos. Wel, Beren. Is het wel? Gaat zo kort als niet aan, hoor. Hé, dat is waar. En het hoofd als tussendoortje nemen, dat lag jou niet. Nee, dat gaat niet. Ging niet. Je kunt het zien. Nee. Had Tjalling het? Weet ik niet. Voor mezelf hoef ik het niet te doen, hè. Ik gun het hem wel. Even kijken, hè, naar hem. Nee, ammoniak of vluchtzout? Come on. I want you! I want you! Scheuten, adrenaline, alles wordt nu uit de kast gehaald. Het doel heiligt de middelen. Friesland Boppen, die 150 kilogram, die moeten. Zegt hoofdscheidsrechter David Webster en Tjalling van de Bos is winnaar van het eerste onderdeel. En terecht applaus. Echt klap in Daalwaard. Hoe best? Dank je. Je hebt me ook voor overgenomen. Van harte, hè? Friesland Boppen, hè? De uitslag 1 Tjalling van de Bos 8 punten, 2 Berend Veneberg 7 punten, dan 3 man met 5 punten admiraal Baarsen en Kuiper, 2 man met 2,5 punt Wolders en Jansen van Jorksveld en 1 punt Ted van de Parre. Friesland folklore en alliteratie in zwart-wit, de tijden van de binnen- en provinciale vaart. Wie een paar centen had, kon zijn schuit door paarden laten trekken en anders liet je door je kinderen doen. Het waren goedkope krachten. En in het roefje snoeide de kachel, 's winters vanwege de kou en 's zomers vanwege de vochtigheid. Vanuit dit stukje historie ontstond het tweede onderdeel. Luister maar. Friezen zijn goede zeilers, dat is algemeen bekend. En in dit verband denken we natuurlijk aan het scootjesielen. Een sport die is geënt op de vroegere provinciale vaart, toen de vruchtbare modder van de Friese terpen naar de arme gronden van de Zuidwesthoek moest worden vervoerd. Nou, elke vracht betekende geld. En daarom beloerden de schippers elkaar met argusogen. En zo ontstond er dus een wedstrijdelement. En tijdens de jaarlijkse kermissen werd die wedstrijdvorm voor een fles jenever als prijs in praktijk gebracht. Nou, onze deelnemers gaan aan het werk met een platbodem van 22 ton die over een lengte van 30 meter langs de kade zeilroede moet worden getrokken. En de eerste deelnemer die door wedstrijdleider Fokke de Jong in het tuig wordt gehesen is de beer van Seksbierum, Arend Kuiper. Hij is pas 23 jaar oud. Hij staat voor die verschrikkelijke opdracht om 22 ton, dat weegt die boot dus, met bemanning, over een afstand van 30 meter voor te trekken. Ga daar maar eens aan staan. En het is natuurlijk moeilijk, want hij heeft de kunst van niemand af kunnen kijken. Hij is de eerste. En hij heeft een handicap, zoals iedereen dat straks zal hebben, dat gras daar links. Dat is glad, dat moet je vermijden. En het vinden naar de juiste positie. Wat moet je doen? Korte passen, lange passen. Hij kiest voor die korte en het mogelijk uitglijden. 10 meter afgelegd van die vreselijke 30 meter. Het was zo warm toen daar in Hinderlopen. Nu is hij half koers. Maar hij begint een redelijk ritme te vinden. Arend Kuiper met zijn 23 jaar. Hij zit op 20 meter, nog 10. En hij zal die tijd moeten zetten waarop anderen zich moeten richten. 50 seconden zijn bijna voorbij. De hielpendansers op de boot kijken toe. En daar is de rode streep na 54,57 honderdste seconde. Je begon een beetje aarzelend, hè? Ja. Je bent bang dat je erin komt, hè? Dat is het, maar ja, dan heb je het wel helemaal vergeten. Kleine pasjes is het geheim? In het begin kleine pasjes, halverwege wat versnellen op grotere passen. Gerrit Admiraal, deze man, die weet het dus nu. Hij kent het advies van Arend Kuiper, kleine pasjes en je laag houden. Het zwaartepunt moet naar voren, de kracht moet uit die ijzersterke benen komen. Daarboven staat de tijd, daar moet hij onder komen. En daar komt de rode streep, 55,72 honderdste seconde. Ruim een seconde langzamer dan Kuiper. Dat ging graag goed, volgens mij. Met zijn tijd niet. 1 seconde langzamer dan Arend.
Ja, de top van 1. De voeten van Berend Veenenberg, de sportschoolhouder uit Borculo. Hij heeft sterke benen, want hij is een uitstekend powerlifter. Maar hij is niet een van de zwaarste. En gewicht, dat telt bij dit onderdeel. Massa dus. Zijn tijd, 57,2 seconden. Langzamer dan admiraal en Kuiper. Het is je derde tijd. Laat maar zo blijven, vind ik het goed. Maar wacht. Urk, zet uw schrap voor Piet Baarsen, want hij heeft het moeilijk. Hij ligt in deze fase boven de tijden van anderen. Piet glijdt te veel, dat zien we ook duidelijk. Daar komt de streep, 58,5 seconden. Is de vierde tijd tot nu toe, Piet? Niet best. Nee. Dat valt me zo hard aan. En dan Ted van der Parre. Wat doet hij met zijn lange, dus relatief zwakkere benen? En hoe houdt hij dat lange lichaam laag? De man die werkzaam is op de bloemenveiling in Hofselersdijk is snel en zeer snel. Zijn tijd 53,58 honderdste, de beste tijd tot nu toe. Je hebt het niet voor niks gedaan, Ted. Het is de snelste tijd tot nu toe. Ja, ik hoop dat het blijft staan. Toch blaag mijn voeten gelopen. Cor Jansen van Jorksveld, de kleinste man van het gezelschap. Een felle duivel als het gaat om explosieve prestaties. Zijn tijd komt eraan, 57,81 honderdste seconde. Was het? Dat was zwaar weer. Ja, het is tijd. Huh? Iets in de buurt van 56,57. Oh, dat is redelijk. Huh? En een aandacht voor de 144 kilo wegende Tjalling van der Bos. Het vroegere hulpje van Dupri, De Vreugd en Wolders. Nu vecht hij voor eigen kansen. Zijn baan als bankcampioen heeft hij opgezegd om meer aan sterkste manactiviteiten mee te kunnen doen. Hij is bijna op de 30 meter. Hij draagt speciale schoenen. U zag het er niet voor niets. 51,1 seconde, de snelste tijd tot nu toe. Weg van allemaal. Snelste tijd, Jalling. Ja. Hey, zeker. Bedankt. Tjalling van der Bos met zijn grenzeloze bewondering voor Jeff Capes. En dan de laatste man, Ab Wolders. Met het befaamde vrachtwagentrekken eindigt hij altijd bij de eerste. Een boot kan dus nauwelijks anders zijn. En u ziet het, ruim een seconde langzamer dan Tjalling van der Bos. Tweede tijd. Ja, heb ik weer flink wat puntjes. En hoeveel, wat was de tijd? 52,25. Dat is een gauw tijdje toch? De oude man. De uitslag van het onderdeel, opnieuw Tjalling van der Bos als eerste, tweede Ab Wolders, derde Ted van der Parre, vier Arend Kuiper, vijf Gerard Admiraal, zes Berend Veenenberg, zeven Cor Jansen en acht Piet Baarsen. En het klassement, dan na twee onderdelen, 1 Tjalling van der Bos, 2 Arend Kuiper, 3 Berend Veenenberg, 4 Ab Wolders en daarna volgen Admiraal van der Parre, Baarsen en Jansen van Jorksveld. Op zijn minste indruk van 2 onderdelen, 2 overwinningen. Ja, het is door of kind nou en we proberen er 3 van te maken. Is er al een soort conclusie aan te verbinden? Nou, dat heb ik zover in vorm in natuurlijk. En ja, ik krijg nou 2 slechte onderdelen, dus moet ik puntjes pakken. Wolder zegt, Tjalling kan niet deadliften. Nou ja, maar ik kan wel vechten. Dat is ook belangrijk in zo'n situatie. Het ontbreken van centraal gezag in de 14e en de 15e eeuw leidde in Friesland tot anarchie. En berucht in die tijd waren de complete burgeroorlogen tussen de Schieringers en de vetkopers. Troepen aangevoerd door respectievelijk Shadana en Ukena. En tijdens die gebeurtenissen hebben er op dit stukje grond, tussen de Oude Weide en de Kerkstraat, terechtstellingen plaatsgevonden. Vandaar nog steeds de naam Galgenpollen. En pollen is een stukje grond omgeven door water. Het is misschien macaber, maar hier houden we de deadlift. U weet wel, 1 van de 3 onderdelen van het powerliften. Een deadlift met als doodgewicht dus een arreslee. En let u op Tjalling van der Bos. Wat heeft hij veel van Sigmarsson afgekeken, maar hij is goed voor 420 kilogram. En dan nu Ab Wolders voor hetzelfde gewicht. Veel ervaring op dit onderdeel en van de Parre, Kuiper en Jansen van Jorksveld zijn dan al gesneuveld.
Uitstekend. Afholders. En dan gaan we naar 430 kilogram met drie man. Baarse, Veneberg en Admiraal. Alle drie powerlifters. Gerard Admiraal, de 33-jarige gemeenteambtenaar uit Rotterdam. Hij mag het spits afbijten. En dat blijkt te veel voor hem. Met Boomstra, maar wat je er straks verteld hebt. Toch een irritatie hier ook. En dat werkt toch zwaar op dit onderdeel in. Je moet verschrikkelijk veel kracht op je benen zetten. En dat belet gewoon de boel. Dat is geen excuus, maar het werkt gewoon een paar procent minder. En dat betekent dat Berend Veneberg op hetzelfde gewicht sneuvelt. De buik leeg, Berend. Mijn rug moet zuurlijk om. Beste bang voor, niet er toch? Wie zit er nu? Je gaat dit winnen? Piet, zeker weten. Zeker weten. Piet Baassen, de 30-jarige vishandelaar uit Urk. Wat kan hij? En Tjalling, die loopt als een pasja rond. Hij mijmert als het ware over het slagveld. Maar ook Piet moet afhaken. Het valt me tegen. Ook voor mezelf. Want ze vreesden me allemaal. Ja, dat hoorde je. Maar het komt er gewoon niet uit. En ik denk, het is iets anders dan autotillen. Hij is wat langer. En ik denk dat die boot me een beetje de das om gedaan heeft. Tjalling van der Bos dan weer voor 440 kilogram. Tjalling van der Bos, 440 kilogram. Hou je op, Come on, boy! Shot, boy! Maar dit, het gebaar is duidelijk, blijkt voor hem te veel. Je hebt het bluffen of te hoog gegrepen? Nee. Ik wist op een gegeven moment niet waar mijn limiet was. En dan moest je elke keer, sprong elke keer met iets van 30, 40 kilo. En elke keer weer geestelijk opladen. Ja, ik pas nou op. Ik heb hem kunnen tillen vandaag, maar door te veel beurten te nemen. Wat dus goed ging eigenlijk met het boomstam tillen, ging afhouden. Maar ja, het is mijn onderdeel niet, dus als ik dan toch nog gerenommeerde powerliften verslaan, sla ik mezelf nog een beetje op de borst. Apolders dan, de meest gelouterde man van het gezelschap. De powerlifter die ooit in 1984 wereldkampioen werd in Texas. Wat kan hij? En kijk u eens naar dit gezicht, zoiets van, ik lach om dit gezelschap. Nou, zeg het maar. Makkelijk, hè? Je mag hoger. Ja, het ging... je weet het niet. De ene keer gaat het makkelijk. Je weet zoals ik verteld heb, dan gaat het door naar dat makkelijk nog bijgekend. Je mag hoger. Er is bij mij een turbootje en poep. En dan gaat hij gewoon. De uitslag, 1 Apolders, 2 Gerard Admiraal, 3 Tjalling van der Bos, 4 Berend Veneberg, 5 Piet Baassen, 6 Cor Jansen van Jorksveld, Ted van der Parre en vervolgens Arend Kuiper. Het algemeen klassement na 3 onderdelen, 1 Tjalling van der Bos met 22,5 punt. Apolders op 5 punten, 3 Gerard Admiraal met 15,5 punt en dan de rest van het veld. U kijkt naar het houten beeld van vrouwen Justitia op het oude stadhuis in Hinderlopen. Het herinnert aan de tijd dat er recht gesproken werd in het stadhuis. En dit is de schandpaal waaraan de veroordeelden werden vastgeklonken. Het waren dus frisse tijden.
Het gebouw doet nu dienst als museum in feite sinds 1919, toen het echtpaar Hidde Nijland en Adriana Volker hun complete huisraad en kleding hebben geschonken aan de gemeente. Het volgende onderdeel kent u in een heleboel hoedanigheden, met accu's, champagnehouders, kazen, ankers enzovoorts. In dit geval gaan de deelnemers aan het werk met dit ongelooflijk grote zwaard van 2,12 meter lengte. Het zwaard van de Friese volksheld Grutte Pier, bijgenaamd de Zwarte Panter van Kimswert. En de eerste man die terecht staat, zei het op een wat vriendelijke manier dan toen, is Berend Veenenberg uit Borculo. De vraag is dan natuurlijk, hoe lang houdt hij dat zwaard van Grutte Pier voor zich uit? 2,12 meter lang, maar vooral zwaar. Kom op, hè. Moedige maan, mensen. In de tussentijd maakt de Friese tekenaar Rosenstein een tekening van hem. En hij weet dat als hij het laat zakken, dat zwaard, dan gaat dat ten koste van een glas kostelijke wijn. Daarvoor hem. Dat schild met Hinderloop als tegenwicht. Maar het bijna gaat daar, dat glas. Kijk naar die ogen. Hou vast, roepen ze. Dat mag niet zakken, dat ding. De 15 secondjes, maar houdt hij het ook? En dan is het gebeurd. Het glas valt en de tijd van Veenenberg 59,72 honderdste. Dus bijna een minuut. En dan Piet Baars uit Urk. Onze sympathieke vishandelaar heeft veel fans meegenomen naar Hinderlopen. Ze moedigen hem luidkeels aan. Luister. Piet wil wel, maar dat zwaard is ongelooflijk zwaar. 25 seconden. Veel steun, maar dan na 30,1 seconden is het over. En dan Ted van der Parre, de reus uit Monster. Zijn matige resultaten bij de eerste onderdelen, behalve dan bij het boottrekken, moeten motiveren tot meer. Kijken of hij dat ook kan. Zijn tekening vordert snel, dus dat betekent dat hij goed gaat. 40 seconden, Ted. Dit wordt hem, hè. Kom op, werken. Hou vast. Ted, hou vast, hè. Maak je kwaad, hè. En hij wil wel vasthouden, die Ted, maar doet hij dat ook? Haalt hij dat? Nee, hij sneuvelt op 54,41 honderdste, de tweede tijd na Veenenberg. En wat kan deze Cor Jansen van Jongsveld de hekken sluiten van het klassement? Het is nog een hele ruk. En hij redt het niet, 25,55, dat is zijn tijd. En hij kijkt boos naar de tekenaar, maar die kan er ook niks aan doen. En dan de reus van Achelen, Tjalling van der Bos, die het zwaard van Grutte Pier koestert als een reliquie. Het is tenslotte zijn Friesland waar de Zwarte Panter van Kimswert vandaan kwam. 59,72. Concentratie. De zete van binnen. 40. 41, 42 en dan plotseling is het gebeurd. 44, 23 honderdste. Maar het kan wel, want zij houdt het al jaren zo vol. En wat stelt onze Rotterdamse vriend Ab Wolders er tegenover? Normaal is het een van zijn sterkere onderdelen. Denken we aan Zweden, Frankrijk en Boedapest. Maar nu is het één hand met een zwaard. Een zwaard dat hij overigens verkeerd vasthoudt. Op kwartslag gedraaid. En dat is niet handig, houdt het dan ook niet lang vol. En dan ziet u het ook. Dan komt hij los van de paal. Dat mag niet, dan wordt de tijd opgezet op 40,56 honderdste seconde. En dat is de vierde tijd tot nu toe. En dan Arend Kuiper, de beer van Sexbierum, de sterkste man van Friesland. Hij is 23 jaar en hij studeert. Wat kan hij doen? Daarboven staat die tijd die hij moet halen. En meneer Rosenstein tekent verder. En dan moet hij het opgeven. Zijn tijd 43,17. En dat is langer dan Wolders. Ten slotte Gerard Admiraal, de nummer 3 van het algemeen klassement. En let op, hij, net zoals Wolders, houdt dat zwaard een kwartslag gedraaid. En dat is toch niet de goede methode.
Kijk maar naar die gulas. Het gaat allemaal verkrampt. Maar je weet het nooit. En dan toch een tijd, een matige tijd, 32-15. Kijken we dan naar de uitslag. 1, Berend Veenenberg, 8 punten. 2, Ted van der Parre, 7. 3, Tjanning van der Bos, 6. 4, Arend Kuiper, 5. 5, Apolders. 6, Gerard Admiraal. 7, Piet Buijsen. En 8, Cor Jansen van Jorksveld. En dat levert een klassement op naar 4 onderdelen. Tjanning van der Bos, 28,5. 2, Berend Veenenberg op 22. 3, Apolders op 21,5. En dan komt de rest Admiraal, Van der Parre, Kuiper, Buijsen en Jansen van Jorksveld. De Elfstedenrijders van de Leer kunnen verhalen over hinden lopen zoals die van de tocht van 1963, de roemruchte tocht waarbij Reinier Paving zich ontpopte tot een volksheld. En die van 1941, toen Auke Adema als winnaar over de finish ging. 5 stadjes verder in Leeuwarden. Het waren de tijden dat de hinderloopse bevolking fel meeleefde met de Elfstedentochtrijders. Na wat ontdooi te zijn bij de kachel, werden ze op de schouders of rug weer teruggebracht naar het ijs. En het mag dan ook nauwelijks verbazing wekken dat het eerste Friese schaatsmuseum zich juist daar in Hinderlopen bevindt. Geopend in april 1983 is het in 1988 belangrijk uitgebreid en helemaal opnieuw ingericht. Het is nu het museum met de grootste collectie schaatsen ter wereld. Er is een grote verzameling sleden en historisch materiaal van ijsclubs voor bijvoorbeeld de korte baanwedstrijden. En er is een aparte afdeling met fotomateriaal van alle Elfstedentochten. Alles ademt daar de sfeer van ijspret en koek en zopie. Een belevenis om te zien. Het herinnert niet alleen aan de tijd dat er met krullen werd geschreven, maar ook met krullen werd geschaatst. Bevroren nostalgie, nu in een glazen kast. En vakmanschap met als brevet meesterschap. De schaatsenmaker was de schrijnwerker van het ijs. Zoals nu nog Hessel Zijlstra. Ze maken een ambacht dat door de productie van de supersnelle noren en skielers van tegenwoordig jammer genoeg op de achtergrond is geraakt. Maar wat denkt u van deze jongens? We blijven in de stijl, want Hinderloop is tenslotte het zesde stadje dat tijdens de Elfstedentocht wordt aangedaan. Na Leeuwarden, Sneek, Eilst, Sloten en Staveren. Deze schaatsen wegen elk 75 kilogram en moeten zo ver mogelijk worden gedragen. En let wel dat in het parcours dit prachtige maar o zo venijnige wipbruggetje is opgenomen. Ik voorspel u een moordende klus. En de eerste voor die moordende klus is Piet Buijs uit Urk, de sterkste man van Noord-Nederland. Nu geen vismanden voor hem, maar twee schaatsen van elk 150 pond. En dat is niet niks, dat snijdt in je handen. Dat is zwaar. Dat bruggetje over, om de pilon. En dan hier omhoog. De kuitspieren worden belast. En hier is het al gebeurd met hem 71 meter en 80 centimeter. Dat staat er voor Piet Buijsen. En dan de volgende man, Ted van der Parre. Hij heeft het goed te maken voor zijn enigszins teleurstellende optreden van de eerste dag. Matig met de boomstammen en matig met de deadlift. Twee onderdelen die hem door zijn enorme lengte absoluut niet lagen. Maar hier gaat hij goed. Kijk hoe ver die lange benen hem zullen dragen. Boven op dat bruggetje is hij alweer. Maak de hele wereld gek, roept zijn begeleider. Maar Ted laat zich niet gek maken. Zichzelf in ieder geval niet. En eerst gebeurt 91 meter en 46 centimeter, bijna 20 meter verder dan Piet Buijsen. En dan Cor Jansen van Jorksveld, een potentieel ijzersterke man, maar op de cruciale momenten mist hij nog de ervaring. We hebben dat gezien bij de onderdelen van de eerste dag.
Kijk hoe ver hij komt. Wat gebeurt er, Cor? Ik krijg wat mijn handen verlies ik. Geen gevoel meer in, dus. Ja, dan kun je houden waar je wil, maar. Helemaal leeg. En hoe zit het met de inhoud van de leider van het algemeen klassement, Tjalling van der Bos? De reus van Achlum heeft een geweldige eerste dag achter de rug, maar er resten nog 4 onderdelen en de anderen weigeren op voorhand te capituleren. Bedachtzaam, maar sterk. Zijn begeleider heeft vertrouwen in hem, want die loopt niet vlak naast hem, zoals bij al die anderen wel het geval is. En dan hier, 90 meter en 51 centimeter, de tweede afstand tot nu toe. En dan Ab Wolders. Hij staat nu derde in het algemeen klassement op een half punt van Berend Veenenberg, maar op 7 punten van Tjalling van der Bos. De Rotterdammers hadden een geweldige tweede dag tegenaan moeten gooien. Terug en hier, we moeten hier voorbij, Wolders. Dan komt er niemand te zien. Je moet draaien, je moet omhoog. Je moet omhoog. Je moet hier komen, minimaal. Over gooien gesproken, hij sneuvelt bij 67 meter en 93 centimeter. Ja, het is Louis Waarheim. Jongens doen het met 5 vingers en ik moet het met 3 doen, dus het viel me nog mee. Dit is mijn ergste onderdeel. Dit zijn dingen die kan je gewoon winnen. Hoe bedoelt u 3 vingers? Nou, hij heeft problemen gehad met zijn hand. Hij is een paar jaar geleden geopereerd. Hij heeft dus maar kracht in 3 vingers. En dan kijken we naar de 23-jarige Arend Kuiper uit Seksbierum, de sterkste man van Friesland. En tijdens die competitie kwam hij met een soortgelijk onderdeel tot maar liefst 105 meter. En ook nu loopt het weer gesmeerd met hem. Alsof het spul niks weegt, maar ik herinner nog een keer 75 kilo in elke arm. Rond die pylon, weer dat vreselijke bruggetje op. En hij gaat wel door. En dan is het gebeurd. 101 meter. Sensatie kun je dat noemen. Ik zie het aan je glunderen. Ja. Het is gelukt. Gesneden koek voor je. Ging best, ik had hem lekker beet. Alleen een beetje de wilp, dat is zo moeilijk, hè? Beetje door je benen heen. Je zocht het ook duidelijk in de snelheid, hè? Je wilde zo snel vanaf. Je moet snelheid maken hiermee, vooral de been op. Dat valt vreselijk af. Met de sterkste man van Friesland met boomstammen, wat is zwaarder? Dit. Dat is dikker. En wie kan deze oprechte Fries nog bedreigen? Gerard Admiraal misschien, de 33-jarige Rotterdammer die sinds 1981 6 maal Nederlands powerlift kampioen is geweest. Dit wou je, hè? Dit wou je. U hoort onder andere de aanmoedigingswoorden van Ab Wolders, een trainingsmaat. En van de man met de pet naast hem, Rinus Steinbach, die erop toeziet dat hij geen fouten maakt. Kom aan. Bijna oud en 63 meter. Dat was geen probleem. Maar mijn benen gingen vol zitten. Ik vermoed dat mijn bandages iets te strak heb gezet. Nou, dan gaat het ineens over. Ik kon niet snel lopen meer. De laatste man dan, de nummer 2 van het klassement, Berend Veenenberg. Komt hij nog aan de afstand van Arend Kuiper? Hij zoekt het ook in snelheid. Met steun van die hoper. En inderdaad, razendsnel dat bruggetje op. Het zware bruggetje. Vooral die zware schaatsen van 75 kilo. Kom op, daar is het. Tijd in die hand, want je pakt ze nou aan. Kom op, hè, weer naar boven. Kom op, ja, we gaan weer naar boven. Hij heeft makkelijk praten. Maar hij dan? Ja. 78 meter en 10 centimeter. En graag wat zuurstof. Het gebaar was alleszeggend. Ik had niet meer. Nee, gelukkig. Afgelopen. De uitslag dan. 1 Arend Kuiper, 2 Ted van der Parre, 3 Tjalling van der Bos, 4 Berend Veenenberg, 5 Piet Baarsen, 6 Ab Wolders, 7 Gerard Admiraal en laatste, 8e Cor Jansen van Jorisveld. Dat leidt tot het volgende klassement. 1 nog steeds Tjalling van der Bos met 34,5 punt, 2 Berend Veenenberg, 27 punten, 3 Ab Wolders, 24,5, 4 Arend Kuiper, 24 en de rest volgt op korte tot lange afstand. Dit is het meest markante punt van Hinderlopen, de sluiswachterswoning met klokkentoren. In 1634 was dit gebouwtje tolhuis.
daarna visafslag en vanaf 1785 ging het door voor Leugenbank. Nou, het woord zegt het al. Hier stonden de vissers en OC-vaarders die onder andere hout haalden uit Scandinavië en Rusland. Ze tuurden over de zee, pruimden kilo's te bak en vertelden elkaar allerlei fantastische verhalen over grote transporten en wonderbare visvangsten. Nou, hier houden we het zesde onderdeel, het fuiklichten. En hier ziet u die schitterende, door decorontwerper Arnold Kroon en Kees Snoei uitgedachte constructie van bijna 200 kilogram. En die moet via een lier zo snel mogelijk op het droge worden getrokken. Aanmoediging hier voor Ted van der Parre, de eerste man. Dat is de arm van achteren! Trek hem uit die benen, kom maar! Trek hem uit die benen, kom maar! Halen en brengen, zoals dat in de visserij heet. Doortrekken. En dan zijn tijd 12.67. Corrie Jansen van Jorksveld dan. En zijn tijd bijna 2 seconden langzamer dan Ted van der Parre, 14.04. Tjalling van der Borst dan, de leider van het algemeen klassement. Een man die zich bij elk onderdeel telefonisch laat adviseren door zijn grote voorbeeld Jeff Capes. Hoe gaat hij dit aanpakken? Deelnemer klaar. 12.67, rechtsonder in uw beeld, de te kloppen tijd dus van Ted van der Parre. En dat kost tijd, daar grijpt hij mis. En dan gaat hij ruimschoots over de tijd van Ted van der Parre heen. 15.64 en een ontvelde hand. En David Webster, onze hoofdscheidsrechter, maakt de tussenbalans op. Appel dus nu. En weer is hij bij dit onderdeel een beetje in het nadeel, omdat hij een paar vingers niet kan gebruiken. En dat heb je natuurlijk bij zo'n touw nodig. Kluiven in dat ding! Gaan! En snel, klein stukje! Snel, snel! Zijn tijd? 14.26, sneller dan Tjalling, maar langzamer dan Van der Parre. Speelnummer klaar! En dan kijken we naar de sterke knuisten van Gerard Admiraal. Komt hij aan de tijd van Ted van der Parre? Lange halen! Kom op! En het leidt tot een goede tijd, 14.73, iets langzamer dan Abwolders. Dan weer Berend Veneberg, de man die nog steeds tweede staat in het algemeen klassement. Maar dan dat blijven steken, u ziet het. Dat kost tijd. Die klok die tikt door. Nee, dat gaat mis met Berend Veneberg. Geen goede tijd, 20.96. De langzaamste tijd, want hij is ook nog minder snel dan Kuiper en Baarsen. De uitslag dan. 1 Ted van der Parre, 2 Corrie Jansen van Jorksveld, 3 Abwolders, 4 Gerard Admiraal en vervolgens de rest. Ja, ik ben gestart als eerste, dus, maar ik vreesde echt Tjalling van der Bos. Die vreesde ik echt op dit onderdeel. Ja, die toch niet gedaan wat ik dacht. Dus mijn tijd blijft gewoon goed staan. En dat was dik voldoende. Jij gokt op een ereplaats? Ik wil als even, ja, ik gok op het podium. Ted van der Parre gokt dus op het podium terecht, want hij is opgerukt naar de tweede plaats op 7,5 punt van Tjalling van der Bos. Ab is derde en Berend Veneberg is met 28 punten teruggevallen naar de vierde plaats. Achter mij ziet u het Vondelingenplein, een plek waar vanaf de 17e tot de 19e eeuw de drenkelingen en vondelingen werden begraven. Het onderdeel dat we hier gaan doen is het laden en lossen. Een activiteit geïnspireerd op de vroegere binnenvaart toen de mest per schip moest worden vervoerd. En een race die aan de tijd van weleer herinnert is de zogenaamde strontrace van Workum naar Warmond. Een zeilrace van jagen, bomen en boegseren. Wel, voor onze deelnemers is er, zoals in de kronieken staat, geen eerlijk riekende stront, maar gedroogde mest in zakken. En dan bent u tenminste behoorlijk bijgepraat. We kijken naar het gevecht tussen Tjalling van der Bos, links in het blauwe shirt, en Cor Jansen van Jorksveld, rechts.
8 zakken van 80 kilo luidt opdrachten, dat is ongelooflijk zwaar. Bovendien is het warm, om en nabij de 30 graden. Schijnbedriegt, het lijkt alsof Jansen van Jortsveld voorlegt. Dat is niet waar, hij ligt één zak achter. Een zware zak van 80 kilo. Maar zo zien we het ook dat Van der Bos het heel rustig aan kan doen. Hij weet dat hij sterk is, zeker sterker dan zijn collega in dit verschrikkelijke gevecht. Voor hem liggen er nog 3, voor Van der Bos nog maar 2 zakken. En dan gaat de tijd natuurlijk straks tellen. Die gaat een rol spelen. Dat is de voorlaatste. En dan met het grote sterke Friese lijf op naar die laatste zak. Verschillende manieren, voor of boven. In ieder geval als hij er maar komt. En daar is de tijd 1 minuut 15 en nog wat. En voor Cor Jansen van Jortsveld, die hier met die laatste zak aan komt. De tijd 1 minuut 26, ruim. Dat is gevallen naar slechte prestatie in het vorige onderdeel. Dus, dat moet goed gaan. Kan de tijd van het Jalling sneller? Ja, veel sneller. Ik denk het wel. Ik denk onder een minuut. Is dit zwaar, Gerrit? Ontzettend zwaar. Het is een van de zwaarste onderdelen. Het is kracht en conditie. Een enorme conditie moet je hebben. Niet alleen dat je sterk moet, maar je moet een enorm conditie hebben. Het is een zeer goede tijd op challenge gedaan natuurlijk. 1 minuut 16 of 1 minuut 15. Dat is abnormaal snel. De mening van een kenner Gerard Dupri, hij spreekt van een snelle tijd van Channing van der Bos. En Ab Wolders voorspelt dat het veel sneller kan. Waar ligt de waarheid? Wellicht hier in het duel tussen Arend Kuiper en de van zelfvertrouwen blakende Ab Wolders uit Rotterdam. Dit is Kuiper. Een sprongetje gemaakt en we zien dat er nog maar weinig zakken over zijn van die 8. De snelheid van Wolders is zichtbaar. Hij gaat die laatste zak halen van 80 kilo. Bijgestaan natuurlijk steeds door een assistent. En dat geldt voor iedereen. En daar is zijn tijd 1 minuut en 7 seconden. En inderdaad, hij heeft gelijk gekregen. Hij is 8 seconden sneller dan Van der Bos. En de tijd van Arend Kuiper 1 minuut en 16. Moeilijk onderdeel. Benen sloegen echt vol. Dat was een highlight oppakken. Je moest je alles geven? Ja, alles geven. Nee. Ben ik binnen een minuut? Zal maar zin. De winst is groot. Alleen, ietsje fout. Met die ene laatste. Die had ik gelijk voor me moeten nemen. Omdat die te laag is. Maar, nou ja, hopen wat die andere jongens doen. Het gevecht nu tussen Berend Veenenberg en Gerard Admiraal. De te kloppen tijd is dus die van Ab Wolders. Wie heeft daar trek in? Nou, iedereen natuurlijk wel, maar kun je het ook? Dat is de vraag. Dit is Admiraal. En dit is Veenenberg. Veenenberg met de voorlaatste zak. Dat grote, sterke, imposante lijf uit Borculo. En hier Admiraal. Ook voor hem geldt er nu nog een, maar hij ligt achter. Maar de tijd, wat zal die zijn? Hier komt Veenenberg. 1 minuut 8 vijftiende seconden. Net een seconde langzamer dan Wolders en Admiraal 1 minuut 12 seconden. En Veenenberg is gesloopt. Wat is er gebeurd? Ik kreeg geen grip op die zak. Ik heb voluit met mijn nagels erin gezeten. Maar ja, dat knikken ze. Het resultaat zie je. Hinderlopen onder de indruk. En deze man uit Urk staan Piet Baarsen bij. Piet Baarsen hier rechts in het rood in de laatste serie van 4 tegen Ted van der Parren. Het lokaas is nog steeds de tijd van Wolders. Van der Parren heeft er nog 2 te gaan. En Piet Baarsen heeft er nog 2 te gaan. Van der Parren ligt 1 zak voor. Want hier komt Piet Baarsen pas, maar dan gaat hij tijd tellen. Dat is natuurlijk belangrijk. Haalt Van der Parren dat of haalt hij het niet? De tijd van Wolders. De tijd was 1.07.41 en hij scoort 1.05.22. Hij is dus het snelste. Hij sluipt dichterbij in het klassement. En dan moet Baarsen nog binnenkomen. En die komt hier in 1.05.
14-12. We gaan zien hoe het gaat. Goeie conditie. Goeie tijd. Goeie conditie. Goeie tijd, Ted. Goeie tijd. Beste tijd, Ted. Ja? Blijdschap bij Ted van der Parren, want hij wint. Voor Rob Wolders, voor Berend Veenenberg, voor Gerard Admiraal, Piet Baarsen, Tjalling van der Bos, Arend Kuiper en Cor Jansen van Joringsveld. En dat leidt dan tot het klassement. Van der Bos nog steeds eerste 41,5. Van der Parren op nog maar 2,5 punt. Wolders op 1,5 punt van Van der Parren. En de rest lijkt al kansloos. Achter mij ziet u de Meenscharbrug. Het bruggetje dat leidt naar de verkleedruimte van de voetbalclub SV Hulpen. Hinderlopen dus, dat ons bij de afgelopen 7 onderdelen naar zulke prachtige plekjes heeft gebracht. Zo mooi en zo dicht bij huis, zou je zeggen. Nou, het laatste onderdeel kent u van Nice en van Hongarije. De zogenaamde Stones of Strength uit Schotland. Kogels van 95, 110, 120, 130 en 140 kilogram. En wie slaagt erin om ze alle 5 op die tonnen te krijgen? Want die vraag is belangrijk sinds de competitie deze wending heeft gekregen. Het is nou erop of eronder. En de spanning begint al een beetje te stijgen, dus moet goed gaan. Stel dat je tweede eindigt. Is het dan een verloren competitie? Nee, al eindig ik derde. Van der Parren is zo verschrikkelijk sterk. Alle jongens zijn erg sterk. Er is zelfs de jongens die beneden aanbungelen, je hebt het gezien. Ze worden net zo makkelijk 1 en ze worden net zo makkelijk weer 8. Het is zo'n rare competitie. Is de kloof zodanig geworden dat je bijna als het ware gedwongen bent om die 5e steen te pakken? Nou, als ik het dus moet relativeren, dan zeg ik, als ik 4 heel snel doe, is waarschijnlijk genoeg. Pak je voor het eerst in je leven een 5e steen? Ik heb hem wel eens meer gepakt, maar ik wil hem erop hebben. En ik ben nooit zo zeker geweest als nu. Hij moet gewoon. Tjalling van der Bos zal dus kiezen voor een snelle tijd bij de 4 stenen. En dan maar hopen dat Van der Parren geen 5e pakt. Want dan moet Tjalling minimaal 3e zijn om zijn eerste plaats te behouden. De 4 stenen heeft hij gehad. En wat is er dan nog over voor een eventuele stunt? Want dan gaat hij helemaal op zeker. Tja, ja. Een knikker van 140 kilogram is niet voor de poes voorlopig. Alleen nog maar voorbehouden aan Capes, Siegmarsson, Reeves en Kersmeijer. Kan deze Fries het ook? Nee dus. En Van der Parren weet wat hij minimaal moet doen. Tijd 22-28. Nieuwwaardig. We hebben die emmer. Berichters. 4 snel. Ja, die de 2e of de 3e invallen. Dat ik heb alles gegeven wat ik had. De 5e wou echt niet. Ja, end of story. Je houdt het erop dat niemand de 5e steen omhoog brengt. Ted van der Parren is er fysiek voor geschikt. Nou, Paul is gekwacht. Maar ja, er zijn zoveel verrassingen geweest deze 2 dagen. Ik zeg niks meer. Ab Wolderstam. Hij mag zich vastbijten in de tijd van Tjalling van der Bos, want die boekte toch weer de snelste tijd van het gezelschap. Voor Wolders is de inzet dus een 2e plaats. Oké. Zijn helper en komt nu voor hem voor het eerst die steen in die ton. Die 5e steen, 140 kilogram. Van der Parren berekent zijn kansen. Schudden. Wolders krijgt hem weer van de grond, maar niet ver genoeg. Ik heb een bijzondere mededeling voor je, dezelfde tijd als Tjalling. Ja, dat is het punt. Op de 100ste seconde. Dus als je hem omhoog krijgt en erin krijgt, dan is het. Nee, dat gaat wel niet.
het is, dat moet er gebeuren of dat gebeurt niet. En je probeert het wel, maar gaat gewoon niet. Krijg hem hier gewoon los. Koud maar. Met andere woorden, dat red je niet meer. Nee, maar ja, het is all in the game, hè. En dan nu Ted van der Parre. Wolders boekte inderdaad dezelfde tijd als Tjalling van der Bos, zodat Van der Parre een snellere tijd moet maken of die vijfde steen moet pakken om het onderdeel te winnen. Samen namelijk 32,97 over vier stenen tegen 22,28. Maar dan deze, die vijfde steen, daar gaat het om. Tjalling, kijk met gemengde gevoelens. En zo hoog is nog nooit een Nederlander gekomen, maar nu dat laatste stukje. Tjonge, wat jammer. Uitslag dan van dit onderdeel. Gedeeld eerste, Wolders en Tjalling van der Bos. Derde Ted van der Parre, vierde Piet Baassen, vijfde Arend Kuiper en de rest. De strijd is gestreden. Tjalling van der Bos is sterkste man van Nederland. En gedeeld tweede, Van der Parre en Wolders op vier punten. Vervolgens de rest. Maar je bent de sterkste man van Nederland. Ja, ik had het ook niet helder. Heb je jaren van gedroomd? En jaren voor getraind. Ja, ja, ik kan er niks aan toevoegen. I'm only sorry I cannot congratulate you all in your own language, but thank you very much for everything. De prijsuitreiking wordt verricht door hoofdscheidsrechter David Webster. De goede man heeft zich voor deze gelegenheid in Schotse kleding gestoken, want daar komt hij vandaan. And finally, we call on Tjalling van den Bos. Gefeliciteerd, mevrouw. Ja. Nou, het was wel spannend, hè? Ja. Sterke man. Nou, sterke zoon, hè? Ja. Heb je er meer zo? Nou, nog wel. Nou, die is zo wat de helft hiervan. Maar ook zo eens. Heeft hij goed gedaan? Geweldig, vind ik het. Vind je niet? Ja. Hebt u hem alle onderdelen aan het werk gezien? Nee. Dat kon niet. En zijn vriendin is met een personeelsreisje mee. En dan kon die hier niet komen. En ik denk, als die jongen nog kampioen wordt en er is niemand. Dus dan moet ik er maar heen. Dus zodoende. Maar dan ga ik weer weg. U bent de moeder van de reus van Achlem. Zo is dat. En u bent Jack van de Voorden. Ja. En met 49 punten verzekert Tjalling van der Bos zich dus van deelname aan de sterkste man van de wereld. En we gaan daarvoor naar San Sebastián in Spanje, een badplaats aan de Cantabrische kust. En wat Tjalling daar presteert, dat zullen wij u binnenkort zeker laten zien. Vanuit Hinderlopen, on chain. The game will